Dat moet kunnen. Als goede vrienden elkaar gewoon de waarheid vertellen. Zonder dat het ruzie zoeken wordt uitgelegd. Intussen, in een hele andere wijk, in een flat waar Roxanne en haar moeder gezellig met z'n tweetjes wonen sinds de scheiding, speelt zich het volgende af. Hoi mam, kan ik laten blijven eten? Ik vind alles best. Mam, ik kom vanavond door. Dus je pasje van haar. Haal me even 4 lekkere bakjes bij mijn drankje en maak een kastje frieten. Harry, het was de geit. U bedoelt zeker Victor. Victor? Eeuw. Die trouwer, die komt er echt nooit meer binnen. Weet je dat ik in 3 weken al meer dan 500 euro aan de gasten verspijker en dat u van het weekend de brutto's en de biscoop te betalen? Dus Victor is een geskip, begrijp ik. Maar waarom die wonderbaarlijke trekje van meneer Harry? Heeft hij soms beloofd nooit meer bij de sokken?